Een hele goede dag. Hier is een filmpje van Barbara van der Boom. Ik ben onafhankelijk stamping, ik heb demonstratrice en ik heb een eigen atelier, dat heet Paper Tree. Ik woon in Lexmond. Vandaag gaan we iets doen waar ik ben op het idee gebracht door de nieuwe catalogus. Dit is de nieuwe jaarcatalogus. Die gaat in op 4 mei voor klanten. Wij mogen er al uit bestellen. De voorkant is een suite. Het is het papier van een suite. Dat is de suite heet... Even denken, wat is een nieuwe suite? Ik mag hem nog niet openmaken, de gids. Expressions in ink. Het is echt prachtig papier. Het is echt zo'n watercolor gebeuren. En wij mochten het ook al vooruit bestellen. Deze suite zat er helaas niet bij. Dus ik dacht, ik ga zelf aan de slag. Want daar zit zo'n roze papier in, maar ook zo'n groen papier. En dat was met Per Pisas, Just Jade en Shaded Spurs. Dus ik heb zelf wat geprobeerd te maken. En zelf vind ik het aardig gelukt. Ik ga hem nu in roze maken. De roze kleur die hierin zit, dat is een nieuwe kleur. Ik heb net gekeken en ik ben het nu alweer kwijt. Dus ik ga hem maken met een echt geweldige felle roze. Dat is de Magenta Madness. Die ga ik nu gebruiken. En... dus nou ja, goed, we gaan kijken. Ik leg de gids even aan de kant. Vanaf 4 mei is deze dus openbaar. Mag ik hem open doen? 4 mei zal ik ook even een rondje gids doen. En wij mogen nu al bestellen als demonstratrices en klanten vanaf 4 mei. Wil je de gids nou hebben? Stuur mij dan een mailtje. Dan, of ik zorg dat hieronder de link zit naar dat je de gids kan aanvragen. Laat ik het goed zeggen. Goed, dan ga ik dus een... Ik dacht, nou, laat ik dan maar gelijk een heel veel pakken. Ik heb een heel veel... dit is... Shimmery White, noemen ze dit. Hier zit een glimmertje in, namelijk in het papier zelf. En dit kan nat worden. Dus dat is het grootste voordeel eigenlijk van dit papier. Dat het een natte variant mag zijn. Ik zit net te denken, doe ik echt een heel veel of doe ik gewoon een half veel eventjes? Ik ga hem even door de helft snijden. Vind ik makkelijker, denk ik. Want hij moet ook heel erg nat. Dus dan is zo makkelijker, denk ik. Ik ga hem zo maken. En ik heb even gewoon een klappapiertje wit nodig. Onder mijn papier. Want het wordt natuurlijk wel een kledderboel als een soort van. Zo. Ik heb de inkt niet los. Dus ik ga gewoon werken vanuit mijn inktpad. Zo. Dus dan doe ik gewoon mijn inkpad tegen de onderkant aan, zeg maar. En dan krijg ik een soort palet hier zo. Die zet ik dan hier zo voor me neer. Ik ga het papier even nat sprayen. Dat doe ik gewoon met een zo'n stuiver. En dat doe ik even buiten beeld, anders is alles hier zo meteen nat. Dan moet ik even kanten draaien. Hoeft niet heel nat, maar wel dat er overal gewoon een beetje vocht zit. Dan druipt die morgen zo meteen mooier. Dan doe ik hier een beetje inkt op. Dit is een van de aquapainters. Dan duw ik gewoon wat inkt zo op mijn papier. En dat laat ik gewoon een beetje zo lopen. Meer is het eigenlijk niet. Dus ik doe heel veel druppels zo. Dus ik pak inkt op. Ik knijp in mijn waterpainter. En dan ga ik even zo bewegen over mijn papier heen. Dat werkte net het best. En dan kunnen we straks accenten aan gaan brengen door donker. Maar dit is een hele mooie basis vast. Als drupjes niet willen druppen, dan moet je ze gewoon een beetje op weg helpen. Door ze een beetje aan te tikken. En ik wil straks natuurlijk ook wel een iets donkerdere vlekken erop hebben. En die gaan we dan zo maken. Maar nu doe ik eerst even een beetje de basis. Thank you.
ik zeg, je ziet het, het wordt echt één grote kliederbol. Dus ik heb hier een keukenpapiertje liggen waarmee ik wat kan oppakken. Doe ik even opnieuw inkt in mijn paletje. Het is handiger als je natuurlijk de navul inkt hebt. Maar ja, goed, die heb ik niet van deze. Dus moet toch iets. En dan doe ik nu een beetje hier wordt die wat donkerder. Hier doe ik een donkerder. Hier een donkerdere vlek. Hier moet eigenlijk nog heel veel gevuld. Ik tik nu gewoon met mijn kwastje en ik doe geen druppels meer, maar doe gewoon op de plek waar ik wat donkerdere inkt wil. Tik ik hem gewoon aan. En dan krijg je vanzelf die adertjes erop. Ja, wat ik zeg, het ziet er misschien heel ingewikkeld uit. Maar dat is het totaal niet, eigenlijk. En het wordt nooit twee keer hetzelfde, hè? Kijk, als je denkt, dit is me te wijd, dan ga je er gewoon een beetje zo overheen. Nog een keertje vullen. En dit is één kleur roze. Als je nou denkt, nou, ik vind het ook wel leuk om daar wat Milo Mambo bij te doen. Dan doe je dat ook. Kan ook gewoon, hè. Door hem gewoon zo een beetje over je papier heen te laten lopen, krijg je ook hele leuke verbindingen. Beetje bewegen zo. En dat is het mooie van dit aquarelpapier. Kan nog natter. En dat vlekt misschien nog meer. Maar ik vind het mooie van dat shimmer white, dat het gewoon van zichzelf ook een beetje glimt. Dus ja. Nog een keer een beetje inkt. En hier en daar nog wat donkere punten maken. Soms is het zo nat dat je niet eens je gewoon volstaat met gewoon je punten op te zetten. En dan vloeit die vanzelf uit. Of niet, maar ook dat is juist leuk. Gewoon wat vlekken hier en daar krijgt. En het kan natuurlijk in elke kleur. Dus ik pak nou roze omdat ik dat gewoon echt een hele mooie kleur vind. Nu. Voor deze. Heerlijk voorjaarsachtig. Ik wil hier en daar nog wat donkerdere kleuren. Dus ik ga hem nog even één keertje aanduwen. Zoals die donkere vlekken hier. Dat vind ik wel heel erg leuk. En daar wil ik dat dus ook.
Kijken of dat hij dat zo, zonder al te veel moeite. Gewoon zo'n grote vlek verspreidt. Ik doe dus echt gewoon een beetje, nou, doe maar wat eigenlijk. Dus heel af en toe laat ik weer zo'n druppel met water vallen. En dan doe ik daar weer de donkere inkt in. En het lijkt of ik nu heel veel inkt gebruik, maar op zich valt dat echt reuze mee hoor. Het wordt enorm verdund door water. Even kijken of ik hem zo goed vind. Ik denk het wel. Misschien dat ik hem nog wat rond laat draaien. Maar ik denk dat het zo wel grappig is. Er mag echt wel wat witte achtergrond op blijven. Vind ik. Misschien nog iets. Mijn stift is bij me, mijn inkt, mijn waterpen is bijna leeg, zie ik in ene. Hier nog wat. Gewoon nog wat zo druppels die ik nog heb erin zitten. Even zo eroverheen. Goed, dan maak ik mijn palet even droog. Het is niet echt gunstig voor mijn. En dan ga ik wel even met mijn spelen met mijn papier. Zo. Dan gaan we deze dicht doen. Nu. En dan pak ik even de heat tool. En dan ga ik hem even droog blazen. Dus ik ga even herrie maken. Excuses daarvoor. Ik ga het blad eronder even weghalen. Want die is ook drijfnat. Denk je druppel blijft er te lang liggen en dan kun je hem gewoon met een kwastje verplaatsen. Niet te lang op één stuk blijven. Dan verbrand je papier, dat is ook zonde. Even voelen of hij helemaal droog is. Ja. Hij is als het goed is helemaal droog. Hij krinkelt natuurlijk. Hij is nog steeds wel een beetje vochtig. Maar als hij maar niet meer vlekt. Dat is niet erg.
Dan ga ik hem nu even op maat snijden. Ik maak gewoon twee kaarten van een normale maat. Dus dit moet 14,3 worden. Want dan past hij op een papier. Zo, dat is 1. En deze wordt ook 14,3. Dan heb je echt zo'n friemeltje over. Als het goed is. Oh, wacht. Dit moet op 10. Dan pakken we deze kant. Ik heb hem te lang, te breed gelaten. Helaas. En dan doen we hier deze kant. Die vind ik minder mooi. Dan doen we hier 10. Zo. En dan zijn we eigenlijk nog niet klaar. Want dan ga ik hem embossen. Dat doe ik met de Painted Textures. Emboss 3D embossing kant. Deze gaat er zo in. Die haal ik er zo door. Pak even mijn embossing tool. Dan moet ik even de rest er even afhalen. Ik heb alleen de grijze plaat nodig. Zo. Ik haal ze er alle twee vast doorheen. Dus die andere kan ook maar vast klaar zijn. En het designpapier wat bij deze serie hoort, dat Impressions in Ink, of Expressions in Ink is, die is niet, hoe noem je dat, geëmbost. Het is gewoon een glad papier. Maar ik vind het wel mooi, omdat ik het effect van het goud er zo terug in, mooier in terug krijg. Dus vandaar dat ik het zo. Kijk, dan ga ik even kijken welke ik het mooiste vind. Ik denk dat ik voor die ga nu. Dan heb ik hier een oude blender pen. Deze zat geen vocht meer in. Ik was de dop al kwijt. Dus uiteindelijk hield het helemaal op. Met deze ga ik wat Versamark aanbrengen. Wat lijntjes. Daar heb ik toevallig nog wat Versamark hier in mijn dekseltje zitten. Ik heb navul Versamark. En ik heb gewoon wat druppeltjes in het dekseltje gedaan. En dan ga ik met mijn kwastje... Ga ik gewoon wat lijntjes zo zetten met die Versamark. En heb je nou geen oude blenderpen, dat kan natuurlijk ook met een kwast. Alleen ik vind dit makkelijker. Dus heb je blenderpennen, gooi ze niet weg als ze op zijn. Zijn hier echt uitermate geschikt voor. En dan ga ik gewoon wat van die lijntjes die hier zitten uit de embossing... Dinges, die ga ik gewoon even goed na, goed insmeren, invetten zeg maar, hè, is het, met die Versamark. En soms aan twee kanten. Het is echt even uitzoeken welke adertjes je wil. En dan zie je het heel slecht, maar dan kijk ik er even langs of ik inderdaad een beetje goed verdeeld heb waar ik dat wil. Of het klopt of ik het overal heb waar ik wil. Ja. Dan gaat deze dicht. Dan ga ik er heat en stikpoeder op doen. Even checken of ik de echte heat en stick. Van de week dacht ik dat ik heat en stick had. En toen had ik wit. Wit embossingpoeder. Dus dat schiet dan ook niet op. Ik gooi het er echt royaal overheen. Omdat ik nooit helemaal weet waar ik ook alweer zit. Nou, giet ik het eraf. Kijk ik even of het overal gepakt heb waar het moet. Ja. Gaat dit weer terug. Zo. Die dicht. Gaan we weer even feunen. En ik pak ondertussen mijn... Gold leaf.
En dan maak ik dit vast een beetje plakkerig. Zo. En dan heel voorzichtig deze doos open. Zonder al te veel dinges. En dan leggen we de kaart op zijn kop gewoon hier even in. Zo. Gaan we even kijken wat hij doet. Of dat ik denk dat hij overal wat gepakt heeft. Hier bovenin nog niet. Achterkant vast even een beetje leegvegen. Het is altijd een beetje afwachten wat je daarvan krijgt. Wat er vast blijft zitten en niet. Maar daar straks was hij ook leuk gelukt. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat het nu ook wel lukt. Hop, dat moet je dus niet doen, hè. Want dan fladdert alles rond. Dan veeg ik de meest grote stukken er vast een beetje voorzichtig vanaf. Ik vind het prettigst om dat met zo'n kwastje als dit te doen. Maar er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen. Dus pak waarvan je denkt dat is handig. Zo heb ik de grootste lijnen er vast af. En dan ga ik nu even kijken of hij overal wel een beetje gepakt heeft. En alle andere losse onderdelen er even afhalen. En dan kan ik zo kijken of dat er ergens nog wat bijgeplakt moet worden, zeg maar. Het verschil ten opzichte van een gouden embossingpoeder is dat dit veel meer glinstert. Dit is echt, ja, dit is echt goudgoud, zeg maar. En embossingpoeder is een beetje antiek goud, zeg maar. Ja, ik weet niet hoe ik dat moet noemen, maar zo, dat noem ik maar zo dat verschil. En je kan het cold en dit cold leaf kun je ook gebruiken met hoe heet dat andere? Met gewoon lijm heb ik het al zien doen. Mensen die gewoon lijmrestjes streepjes zetten. Even kijken of dat hieronder echt niks meer vast blijft plakken. Even zo. Misschien dat hier nog wat vast gaat zitten. Een beetje goed erin. Wrijven. Straks had ik echt nog een stuk wat bleef plakken aan mijn handen. Dus toen heb ik daar nog een stukje opgezet. Dat bleef prima zitten daarna. Het moet natuurlijk ook niet zo zijn dat als iemand zijn kaart open doet, dat het goud om zijn oren vliegt. Wel leuk hoor, maar. Zo. Dan is deze klaar. De andere doe ik op een ander keertje even maken. Zo. Deze even aan de kant. Overal warrelt inmiddels goud. Maar ja, dit kan ook aan de kant. Dit hebben we nu alleen nog maar nodig. Dan heb ik al klaar liggen het een en ander. Even kijken. Deze. Er komt een gouden mat onder. Dat vind ik dan wel mooi. Zo. Dan kan die hierop. En die komt dan hier. Zie je, hier zijn de strepen zijn iets breder dan de vorige. En dan twijfel ik of ik hem zo doe. Of dat ik hem toch liever zo. Of dat ik hem dit aan deze kant wil. Nee, ik wil het hier. Deze is anders dan degene die ik hier had. Allebei zijn ze van de Hippo en Friends Dice.
Daar zitten die in, deze in en deze ronde zitten er nog in. En voor de rest doe ik de Hippo Dice. En dan wil ik hier toch ook de tekst thank you op. En die ga ik ook nog met goud doen. Dus dat ga ik eerst nog even doen. Dus die doe ik in en Versamark zet ik hem hier op nu. Zo. Dan heb ik voor deze wel een klein bakje. Gooi ik hier weer wat hit en stick hit in. Nee, wat van die hit en stick poeder op. Zo. Wat me opvalt met die hit en stick is dat je niet gelijk je embossing buddy niet echt nodig hebt. Het ruikt ook anders dan gewoon embossing poeder. Gaan we deze nog even een keertje drogen. Het meeste plakkerig maken. Zo, dan heb ik toch nog een keer mijn goud nodig. Ik dacht natuurlijk dat het eigenlijk klaar was. Helaas. Dan gaan we weer. Dan leg ik deze even onderop op zijn kop zo hierin. Dan druk ik hem even heel goed aan. Pak ik hem op. Kijk of ik inderdaad alles wel zo'n beetje heb. Ja, volgens mij heb ik overal wel. En dan ga ik er gewoon heel hard overheen. In de hoop dat hij overal goed blijft plakken. Dat is wel een dingetje, vind ik. Het voordeel van dit kwastje ten opzichte iets heel groots is dat ik eigenlijk heel goed kan sturen hiermee. Deze kaart doet weer mee aan de International Block Highlights van Kylie Petrucci. In januari deed ik mee en toen kwam ik gewoon in de top 10 uit met meeste stemmen. Dus ik ben heel benieuwd wat deze doet. Of me dat deze keer weer lukt, denk ik niet. Het gebeurt niet zo heel vaak. Ik pak even een, ik ben hier namelijk, zit hier vast nu. Zo, en dan is deze ook klaar. Kan deze nu toch echt weer dicht? Ik vind echt overal goudvlokken op mijn bureau. En op mijn schoot ook. Maar ja, die kan aan de kant. Dan gaan we nu de kaart opbouwen. Dan doen we eerst deze opplakken. Dat doe ik gewoon met lijm. Even mijn stempel aan de kant. Even kijken, ja, maakt op zich niet zo heel veel uit. Zo. Dan gaat hier een lintje omheen. En dan zal ik te denken, misschien is wit wel het mooist. Of misschien toch een goud touwtje om deze heen. Maar ik weet niet of ik nog een goud touwtje heb. Nog genoeg heb in mijn gouden touwtje. Daar heb ik niet genoeg meer van, dus die kan niet. Dan denk ik gewoon een wit lintje. Ik denk dat dat het mooiste is. Misschien een iets dikker wit lintje. Even kijken. Moet even andersom. Ik kan echt maar op één manier strikken, maar net een soort... iets korter. Ik
Van die lange nagels zijn echt geweldig. Ik vind het heel mooi staan. Maar het wat strikken, dat wordt er niet beter van. Met die nagels nu. Maar hij is me redelijk gelukt, al zeg ik het zelf. Ja, ik denk dat ik hier zo'n wit lintje toch leuker op vind. Ik vind het iets frisser staan. Ja, hier komt een wit op. Knip ik die even hier af. Die gaat ook nog een heel klein stukje af. Zo. Die komt dan hierop. En dan komt hier deze. Even kijken, die komt hieronder. En deze gaat er dan overheen. Zo. Misschien de strik iets kleiner maken nog. Vast, knoopje vastpakken en dan kleiner. Knoopje vastpakken, kleiner. En dan een keertje aantrekken. Zo blijven we bezig. Ik denk dat ik hem gewoon zo laat nu. Ik laat hem gewoon zo. Ik ga hem even vastzetten. Ja, dat doe ik ook met lijm. En hier lijm ik deze echt heel goed in. Ook het lint lijm ik even mee. En de achterkant, omdat hij, doordat hij geëmbost is, gefeund is, gewaterd, dan is hij, loopt hij altijd een beetje bol. Dus er moet hier nu lijm genoeg op zitten. Dan ga ik hem hier opzetten. Ik kan hem heel goed aandrukken. En dat doe ik even met een papiertje. Zo. Hier echt nog een puntje die niet mooi zit. Ik vind wel dat hij heel strak erop moet zitten. Dus hier doe ik gewoon even een beetje lijm. Druk ik ook even aan. Deze komt hieronder. En deze gaat hier overheen. Met de dimensionals. Even kijken, deze zo. Die schuif ik hier zo onder. Wel recht, graag. Het strikje ga ik even vastzetten met een dimensional onderop. Zouden we zijn zonder pikken? Take a pick tool. Zo. En deze komt er dan op met dimensionals. Ga ik even kijken of ik nog grote dimensionals heb. Of dat alles op is. Ik heb dit nog. Kan prima. Zo. Deze komt dan hier zo overheen. Zo. En dan dacht ik, volgens mij heb ik ook nog gauw die dingen. Setjes of zo. Gems. Gilbert Gems. Ik weet niet eens of dat die nog van deze collectie zijn.
misschien is het wel leuk om hieronder zo'n gilde begin te doen. Zo. Eentje. Het is 1, 3 of 5. Het is altijd oneven. Dat is het mooiste. Ja. Zo. Dan kan die ook aan de kant. En dan is die zo klaar. Zal ik even een beetje ruimte maken hierna. Hier om dingen heen. En dan heb ik er zo 2 liggen namelijk. Anders gesitueerd, maar voor de rest hetzelfde. Ze zijn geïnspireerd dus op de nieuwe jaaktaligus. De voorkant van de nieuwe jaaktaligus. Ik zat ondertussen om maar heen te kijken waar ik die had liggen. Die heb ik weggelegd. Ik zal de gids even bijpakken. De voorkant. Kijk, de inspiratie is echt deze gids geweest. Deze en die afbeelding. En ik hoop dat jullie het een leuk project vonden. Vergeet niet, even kijken hoor, die kan er af, die heb ik vergeten. Vergeet niet je te abonneren op mijn kanaal en like deze video. Als je het al gedaan hebt, dank je wel. En ik zal hieronder zorgen dat de link er zit, zodat je eventueel kan stemmen op mijn kaarten voor het blog van Kylie. Dank je wel voor het kijken zover en tot de volgende keer.